Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen. Dit is De Kletspet met elke week twee vragen aan het winkelend publiek over een actueel onderwerp. Wanneer bent u voor het laatst naar een museum in Oosterhout geweest? Ja, het speelgoedmuseum zijn we een keer geweest, hè? Ja. Ja. Dus, en dat is een tijdje geleden alweer, ja. Helaas. Ja. Nog nooit eigenlijk. Oh, ik ben wel naar het Oosterhout Museum geweest. Ja. En dat een paar jaar geleden, met school. Dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Ja. Oude Oosterhout, dat is Oosterhout in het klein. Dat was wel het laatste, ja. In Oosterhout ben ik nooit in een museum geweest. Ja, ik hou wel van kunst en dergelijke, maar ik heb nooit overgedacht. Zijn er wel musea in Oosterhout? Of was dit een keer in het speelgoedmuseum? Daar ben ik wel geweest, maar dat was denk ik 15 jaar geleden. Dat is één. Maar voor de rest ken ik geen andere museums. Dus nee. In Oosterhout? Nog nooit. Ja. Komt gewoon niet op. Nee. Ik weet wel dat ze er zijn, maar ik ben er nog nooit geweest. Dat is heel erg lang geleden. Ik denk wel een jaar of 4, 5 denk ik. Ja, welke was dat? Was het met speelgoed en zo, dat soort dingen allemaal, geloof ik? Ja, die. Ja, klopt, ja. Oeh, dat is denk ik 6, 7 jaar geleden. Dat openluchtmuseum, dat zit daar bij de veranda. Volgens mij daar ben ik het laatst geweest, in Oosterhout. Welke Oosterhoutse bezienswaardigheid zou u toeristen aanraden? Aan toeristen, bezienswaardigheid in Oosterhout. Ik heb er misschien wel een. Heb jij er een? Welke? De Slotbosse Toren. De Slotbosse Toren is heel leuk, ja. Ja. Daar zijn allemaal vijvers. En er is een museum, oud kasteel. Ja. En Museum Oud Oosterhout is leuk. Daar zijn we ook al een keer geweest, ja. In het verleden. Ja, voor de rest, qua musea, weet ik het zo niet. Oud Oosterhout Museum wel. Dat bij het paradijs daar ook. Die zou ik wel aanbevelen. Omdat het toch wel een stukje geschiedenis is. En het wel leuk is. Katrinedal en daar al de kloosters, dat is erg mooi, ja. Dat is, daar ben je wel even mee bezig dan ook. Ja, dat kan je eigenlijk niet in één dag doen. Ja, en daar verkopen ze ook wijn, hè. Dus als je gaat, in het Katrinedal, hè. Ze hebben zelf een wijngaard en er wordt wijn gemaakt, gebotteld enzovoort. Vanuit deze lokale omgeving. Oh, daar moet ik ook even over nadenken. Ik woon hier alleen maar 20 jaar, dus. ik ga vaak naar de Polen, dus natuurlijk gewoon een wandeling maken. Maar dat is niet echt specifiek Oosterhout, denk ik. Ik heb eigenlijk geen antwoord erop op dit moment. Over 10 minuten wel, maar. De toren beklimmen. Dat wel. Dat lijkt me heel leuk om dat allemaal te zien. Ja? Aan toeristen. Dat is ook een moeilijke. Ik wou zeggen de stad, maar ja, de stad is zo veranderd in zoveel jaar. Uitgaansleven. Ja, uitgaansleven. Cafés, restaurants. Hartstikke leuk. Ja. Ik weet niet of je er echt binnen kan komen, maar dat klooster. Waar de Bourbon vroeger zat. Het abdij daar, zo heet het volgens mij. Dat schijnt heel leuk te zijn, kun je ook uit eten. Dus volgens mij is dat leuk. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen.